Het is woensdag, hoog tijd voor Volt. En vanavond doen we iets speciaals. Kijk maar. Wie online zoekt, die vindt. Zeg, hoe is het met de dochter? Want had hij haar benen gebroken? Jawel. Wie dan nog wat dieper graaft, ja, die vindt nog veel meer. Het paswoord van Niels is Johnny's. En wie te diep graaft, juist. Een Aziatische met behoorlijk veel schaamhaar. Welkom. Dankjewel. Een heel goede avond. We doen dus iets speciaals vanavond. Want we gaan het hebben over de gevaren van ons online leven. De mazen van het net. Want wat... Wauw. 93% van de mensen heeft een internetverbinding. Dat is veel volk. Maar wacht. Er zijn in België, hou je vast... 5 miljoen mensen met een profiel op een sociaal medium. 5 miljoen. Dat is heel veel volk. De helft van alle Vlamingen heeft trouwens een smartphone. Dit type, of dit type, of dit type. Eindeloos. Maar gaan we niet te nonchalant om met al dat online geweld? Neem nu die smartphone. Wel, we hebben een experiment gedaan. En dat is gebeurd bij het binnenkomen van ons publiek. Die weten... van niks. Want kijk eens mee. Zo, allemaal goedenavond. Welkom alvast bij Volt. Vandaag vragen wij om uw smartphones in te leveren, omdat wij vorige keer daar nogal wat storing mee gehad hebben. U krijgt hem na de uitzending terug. Ter Tom. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel. De Belt Maurits. Ja, dankjewel. Wat hebben we dan gedaan met die smartphone? Wel, kijk maar eens mee. Colette, goed gedaan. Hoeveel smartphones hebben we? 42, oké. Okay. Laten we er snel aan beginnen. Er werden 42 smartphones in totaal opgehaald. Van die 42 stond er 21 aan. Van die 21 waren er 8 zonder code. Daar kon je dus onmiddellijk beginnen berichtjes lezen, mails lezen. En dat is ook gebeurd. Tom Tertooi. U mag er even bij komen. Ja. Dit is de jouwe. Ja. SMS'jes. We gaan eens kijken. Wanneer ben je thuis? Binnen 15 minuten. Sleutel wegsteken, hè? Tot straks. Oké. Okay. En zie je het zitten morgen? Stel het wel, hè? Groetjes. Ja, ja. Wie was deze conversatie? Met de mama. Met de mama. Ja. Kusjes. Van Kobe. Alsjeblieft. Dank u wel. Veel plezier ermee nog. Ja, dank u wel. Het was interessant. Ja. 21 van de 42 smartphones stond uit. Maar... je kan die uiteraard aanzetten. Eén daarvan had een heel simpele toegangscode. Pincode. 3 pogingen. 1-1-1-1. Oké. Ik zit erin, kijk. Amai. Laura Germompré. Waar zit Laura Germompré? Het zal toch niet waar zijn? Dit is uw smartphone, Laura? Ja. Jouw code? Is gewoon van rechtsboven naar linksonder en dan terug naar rechtsonder. Voilà. Dat is nogal makkelijk te kraken. Of doe je dat omdat het zelf gemakkelijk is om te bedienen? Ja, maar af en toe verander ik dat wel een keer. Je verandert het wel eens? Ja, dan verander ik van linksboven naar rechtsonder. Dat is voor 800.000 mensen. Bedankt. Dank je wel. Oh, bedankt, graag gedaan. We hadden dus 42 smartphones in ons bezit. We hebben wat geflikflooid. En 1 op 4, daar raak je in. 1 op 4. Als je dan weet dat de helft van alle Vlamingen een smartphone heeft, dat zijn er heel veel. Dit is dus een zeer actuele reportage die eraan komt. U krijgt nu 40 minuten. Mazen
van het net. We beginnen op een zomerse dag aan zee. Een plek waar de smartphone gretig wordt gebruikt. Mag ik u voorstellen aan Sophie en Sven, twee fijne collega's. Ze zitten niet toevallig met een laptop in een geblindeerde bus vandaag. Nee, dat heeft een bepaalde reden. Op een zonnige dag als vandaag zijn er heel wat mensen die een foto van zichzelf of van de situatie posten op het internet. Met de software op die laptop kunnen we zien wie waar welke foto op het internet plaatst. Facebook, Twitter, Instagram, we kunnen het allemaal volgen. We gaan die mensen opzoeken en hen dan vragen of ze zich bewust zijn van het feit dat ze enorm veel van hun privé publiekelijk te grabbel gooien. Klaar, mannen? Let's do it! Is er al iets of iemand die in aanmerking komt? Dieter Moeiaerts heeft vanmorgen een foto gepost van het strand. Californian Sky, zegt hij. Californian Sky? Ja. Solido Beach. Ja. Dus wij zoeken nu op zijn naam, Dieter Moeiaerts, gewoon via Google. En dan vinden we andere sociale media, zoals Facebook, waarop hij actief is. Het is vooral LinkedIn dat hij heel veel gepost heeft. En daaruit blijkt dat hij volgens mij ook wel op het strand moet werken. Volgende vraag. Ja, we hebben een grappige foto van Regine. Die heeft vanmorgen gepost dat ze opgestaan is als een heks. Maar bij het hair day, zoals ze zeggen. Ja. Ze heeft twee zaken. Ze is bezig met interieur, tafeldecoratie. Oh, ja. Dus ze heeft ook een boek geschreven. De tafels van Amandine, zo heet haar profiel ook. En iets privé? Ze heeft vier kinderen. Ja. Namen? Hebben we die? Louis, Manon, Nelly en Lola. En ze is getrouwd met Thierry. Ze hebben een strand ook hier, op het strand. Net de laatste rij, dus echt heel dicht aan de zee. Okay. Ja. Kom. Ja. Mannen, bedankt. Succes. Tot straks. Heel simpel. Wij zien dus wie wat online zet en vooral ook waar dat precies gebeurt. Al die openbare gegevens zouden ons vlot richting Dieter en Regine moeten leiden. Bingo, man. Bingo. Goedendag, is Dieter hier vandaag? Blauw. Oh, blauw. Dat is wel spannend, hè? Dieter. Goedendag. Aangenaam. Aangenaam. Zeg, California Sky vandaag, hè? Ja. Excuseer. Sorry voor het storen. U bent toch Regineert, hè? Ja. Ik heb u een boek gelezen, denk ik. De tafel van... Amandine, ja. Op blote voeten? Ja. Is dat door het boek Australië op blote voeten? Nee. Of is dat om u voor te bereiden op de volgende triathlon? Quartriathlon van Brugge gedaan? Hij heeft een foto van zijn rugnummer gepost. Misschien kunnen we even opzoeken op de site van Triathlon Brugge. Hoeveelste? 352ste. 17 minuten gezwommen ongeveer. Verbaas me dat hij dat weet. Zeg, hoe is het met de dochter? Want had hij haar been niet gebroken? Jawel. Een van die dochters zit in de gips op een go-car. Ja? Ja, u weet zoveel van ons. Die dochter zit in het gips sinds zaterdag. Dus net voor ze op reis vertrokken. Want ik dacht, allee, die vertrekken juist naar de zee. En dan breekt ze haar been of verstuikt haar been. Gisteren was het minder weer. Ja, gisteren was ik thuis. Ja, dan heb je een strip gelezen. Ja. Trouwens, uw man, is dat een Thierry? En is dat de man naast u? Ja. Die zou voor Google werken. Country manager. Alsjeblieft. Is dat ook niet de baas van Google? Google Belg. Dit gaat vlot. Heel vlot. We blijven in knokken en volgen wie welke foto's post en vooral waar. Dat leidt ons naar Laurent. Hij heeft net op Twitter gedeeld dat hij in de bibliotheek zit. En kijk, wij zijn daar ook. Dus Sven, zeg nog eens, Laurent van Brussel, hè? Ja, Laurent van Brussel. Samen met Alexander zou hij aan het studeren zijn. Heeft hij de laatste tijd iets gedaan? Gisteravond nog uit geweest in de spirito knokken. Dus... Wellicht zijn afscheidsfeestje van het vakantiegevoel. Hij staat heel vaak op de foto met Jirka. En blijkbaar is dat ook zijn vriendin. Jirka. Oké, ça va. Ik ga binnen. Jo. Waar zit hem? Ah, Laurent. Hoe is het? Gisteren heb je een zwaar feestje gehad. En toen studeren nu. Ja. Tweede zit, rechten, in Brussel. Ja. Maar ik zag dat mijn Jirke nog allemaal goed is, dat je een tapakken hebt gegeten de zondag. Ja. En gisteren was het echt de moeite, het feestje.
In de spirito was het, hè? Hoe was dat? Ja. Is het moeilijk? Nee, vader. Wanneer heb ik examen? Niet op uw verjaardag, want de 1e juli was nog feest. Hè? Ja, inderdaad. Allee. 20ste. Succes. Dank je. Michael Opgenhaffen, dit experiment dat we nu aan het doen zijn, wat kunnen we daaruit leren? Zijn wij voyeuristen en zijn Dieter, Regine en Laurent exhibitionisten? Of is het complexer dan dat? Ik denk het wel. Ik zou het niet zo extreem formuleren. Ik denk dat we altijd wel willen weten wat onze vrienden, collega's en familieleden aan het doen zijn. Dus het is niet altijd vanuit een negatieve intentie van voyeuristisch gedoe. Op een mooie dag aan zee is die stroom aan foto's en status-updates gigantisch. Zijn dat dan allemaal mensen die willen pronken? Ik ben aan zee en het is mooi weer. Nee, net zodat je ook niet pronkt wanneer je gewoon belt naar iemand en zegt van kijk, ik zit nu aan de zee. Soms zit er uiteraard wel een beetje pronken bij, maar het gaat toch vooral over het informeren. Die software, wordt die gebruikt in het dagelijkse leven? Ze zeggen dat dat voor iedereen vandaag de dag is. Dat is het zeker niet. En die daar het geld voor over hebben, ja, die kunnen daar dus zeker wel gebruik van maken. Bedrijven zoals? Wel, bedrijven die geïnteresseerd zijn in te weten wat er in hun vestigingen bijvoorbeeld wereldwijd gebeurt. Wat voor reacties komen daar binnen van klanten? Bij een open deur of bij een gewone dag, wat voor soort foto's sturen ze? Welke klachten eventueel? Of misschien zelfs om te kijken, wat zeggen klanten over de concurrent? Regine, Laurent, hebben zij iets verkeerd gedaan of niet? Nee, want we doen het allemaal. Of de meeste mensen doen het op die manier. Maar het feit dat die inhouden geïndexeerd worden en dus ook gearchiveerd worden, heeft een hele belangrijke impact. Want alles wat je online plaatst, is opzoekbaar. En dit voor eeuwig en altijd. Ik denk dat we nog veel te veel denken dat alles wat we online zetten alleen maar voor onze eigen doelgroepen bestemd is. Dus voor onze eigen vrienden en collega's. En dat we iets te weinig bewust zijn van het feit dat er ook andere mensen, externen, bedrijven, overheden enzovoort, van kunnen gebruik maken. Oké. Okay. We hebben een gevonden, dat zag u daarnet al. Maar hoe reageren de mensen in Knokken op wat wij allemaal weten over hen? Benieuwd? Absoluut. Het verrast me wel dat je zoveel weet, zonder dat ik je eigenlijk ken. Verschiet wel van als wat je op 2 seconden of in een paar zinnen van mij allemaal weet, is wel... Het is confronterend. Vind je dat niet raar dat iemand wildvreemd zoveel al weet over jou? Nee, eigenlijk niet. Maar dat is ook de bedoeling, hè, dat mensen dat weten. Gevoelige details over mijn persoonlijk leven, dat zet ik hier niet op. De mensen met wie ik omga, wel een beetje zo als ik met vrienden op stap ga. Maar, ja, je drinkt wel veel pinten, heb ik gezien. Dan rij je toch niet. Is dat zo? Ik vind toch dat je geregeld met een pint bier poseert. Ai, ai, ai. Dat verklaart natuurlijk waarom je maar 352ste bent op de triathlon in Brugge. Je drinkt te veel. Ik zal moeten temperen, ook wat die foto's betreft. Misschien dat ik bewuster ga posten. Misschien wel. Misschien moet ik het toch een beetje meer afschermen. Het instellen van die privacy settings is heel belangrijk om inderdaad je profiel af te schermen. Maar als er iemand uit jouw vriendenkring dan toch die foto ergens op een ander platform schrijft of plaatst, ja, dan gaat het opnieuw een eigen leven leiden. Dus het is een goede eerste stap, het is een noodzakelijke stap, denk ik, om je privacy settings in te stellen, maar het is geen voldoende stap. Het moet nog veel verder gaan dan dat. We moeten echt die inzichten krijgen in de voordelen van de platformen, dat mogen we zeker ook niet vergeten, maar ook wel in de uitdagingen die platformen opwerpen voor ons allemaal qua privacy, qua persoonlijke informatie. Laat ons een stapje verder gaan. Niet alleen maar kijken naar die openbare profielen. Nee, er ook proberen in te breken. Mits wat creativiteit, moet dat toch wel mogelijk zijn? Nee? Welkom in Kortrijk. We zijn in de Vives Hogeschool. Hier vindt vandaag de proclamatie plaats. Twee hostessen staan beneden en moedigen studenten aan om in te loggen op Facebook met hun e-mailadres en hun wachtwoord. Waarom? Om een bepaalde pagina te liken en daarmee zouden ze een reis van €1000 kunnen winnen. Het klinkt als een zeer onschuldige wedstrijd op het eerste gezicht. Maar is dat wel zo? Ik kan hier op Sniper Spy, een programmaatje van $50,
alles meelezen wat er beneden wordt ingetikt. Elke toetsaanslag wordt geregistreerd en doorgestuurd, zonder dat iemand het weet. De software werkt. Dit wordt leuk. Hey, in welke richting studeer je af? VMI. Als je heel even tijd hebt, als je geregistreerd hebt op de pagina en je liked Luxior Jongerenreis, dan kun je reis winnen van 1000 euro voor deze zomer. En iemand per hogeschool wint. Dus als je snel even aanlogt. Er komt iets binnen. Ja, uw wachtwoord. Sven. Jongbelleke. @hotmail.com. Paswoord. 1800. Gewoon aanmelden. Dan mocht je naar de pagina gaan, Luxior. Jongerenreizen. Lotje, _@hotmail.com en haar paswoord. Ja, je mag je aanloggen. Elle. Mannen, dit gaat echt vlot, hè? Ja, doe maar. Niels. Denk je, je krijgt het er warm van? Ja. Als we nu zouden willen. Dit zouden we lelijk kunnen misbruiken. Cédric van Loon, hoofdredacteur van Clix. Dag, Gommel. Studenten die op een openbare computer hun paswoord intypen, schrik je daarvan? Van studenten eigenlijk op zich nog niet zo heel sterk. Privacy is daar iets minder van tel en die zijn erin opgegroeid. En die weten eigenlijk maar deels privacy. Mm-hmm. Je moet dat nog beseffen. Zou jij het doen? Ik zou op een openbare computer nooit niet mijn paswoord intypen. Toch zeker niet van een bestaande account. In een dienst zoals Facebook of Twitter zou ik het nooit niet doen. Aan alle geslaagden een welgemeende proficiat. Na hun proclamatie, de confrontatie. Goedenavond allemaal. Daarnet stond er een laptop bij het binnenkomen. En je kon daar zogezegd een reis mee winnen als je inlogde op Facebook en een bepaalde pagina likte. Zo'n 25 mensen hebben dat gedaan, die mogen even recht staan. Ik ga 6 namen afroepen en die mogen naar voren komen. Ja, Lauren Huygen, Niels Kompernolle, Letitia Verhamme, Siel van den Abelen, Lieselot Kotien en Gregory Berens. Goed zo. Er was een reis te winnen van 1000 euro. Of niet. Want Lauren Huygen, Niels Kompernolle en Siel van den Abelen, een beetje naar voren graag. Beste Siel, uw paswoord is paardenstal. Ja. Klopt, hè? Niels? Het paswoord van Niels, u mag het checken, is Johnny's. Klopt, hè? Lauren? Uw paswoord is stekkerkop 1991. Letitia, ga maar naar voren. Letitia? Ja? Die haar paswoord is gewoon haar geboortedatum, dus inderdaad, hè? 1900? 93. 93. Ik zou het veranderen nu. Letitia, dit is uw Facebookpagina. En Letitia gaat ons allemaal, blijkbaar, dat gaat ze nu op Facebook zetten, gaat ons allemaal, kijk, iets geven. Afgestudeerd. Ik geef een vat vanavond. Dank u wel. Het opvalt, dat zijn vrij toegankelijke wachtwoorden. Ik verklaar me nader. Dat is een bijnaam, dat is een geboortedatum, dat is de naam van het huisdier. Zijn dat dan goede paswoorden? Dat zijn gemakkelijke paswoorden voor de gebruiker om te onthouden. Geboortedatum, voornaam, achternaam, met daar een hoofdletter beginnend of met een cijfer achteraan, dat is niet genoeg. Dat is echt niet genoeg? Nee, dat is hetgeen waar standaard automatisch wordt nagekeken. Geboortejaar, verjaardag. Dat zijn ook gegevens die meestal op de grabbel liggen op sociale media. Dus eigenlijk, hoe meer gegevens je daarop deelt, hoe meer je de hackraak mogelijkheden geeft om een wachtwoord te proberen. Wat is dan wel een goed wachtwoord? Het vraagt echt wel een originele insteek. Oftewel ook variëren met hoofdletters, kleine letters,
cijfers en eventueel ook alternatieve symbolen. Bijvoorbeeld een E maak je een 3 van, een I kun je een uitroepteken van maken en zo een uniek wachtwoord genereren. Gregory. Dit is de mailbox van Gregory. Zouden we het niet kunnen proberen om met het paswoord dat we krijgen via Facebook in te loggen in de mailbox? Ik zit momenteel in Gregory's mailbox in Hotmailadres. Ja, ik denk dat veel mensen hetzelfde paswoord altijd opnieuw gebruiken. Je hebt voor 77 euro luchtfilters besteld voor de brommer. Ja. Je hebt ook een mail gekregen van Dexia.com en je rekeningnummer is 063 45 95 30 9. Klopt? Ja, zie je. Twitter-account van Gregory Beres ook gekraakt. Nee. Ja. Dus die heeft voor Twitter, Facebook en mail hetzelfde paswoord. En we hebben dat wachtwoord, dus kunnen wij daar natuurlijk heel leuke dingen mee doen. We gaan Gregory zijn tweet samen versturen. Ik ben een bijzonder grote fan van het programma VOD. Ik kijk elke week. Voilà, dankjewel. Uit onze test blijkt dat één paswoord bij meerdere accounts hoort van mensen. Is dat nonchalance? Nee, dat is eerder het gewoonte. En ook omdat we meestal maar één of twee dingen onthouden dat we telkens kunnen hergebruiken. Ja. Om echt veilig te kunnen zijn met een wachtwoord, dien je eigenlijk op elke website, op elke login, een uniek login en wachtwoord te hebben. Vooral dat laatste is belangrijk. Maar Cedric, dat is toch niet te doen? Ik moet inloggen op Facebook, mijn mailaccounts. Ik heb eigenlijk twee mailaccounts. Misschien nog een derde om privézaken te sturen. Dan is er ook de bank, dan heb je nog Twitter, dan heb je nog... Allemaal verschillende paswoorden of wachtwoorden, dat kan geen mens onthouden, toch? Klopt, en daar zijn eigenlijk de laatste tijd wachtwoordmanagers voor in het leven geroepen, die steeds belangrijker worden. En dat is eigenlijk software die al je wachtwoorden verzamelt onder één hoofdwachtwoord. Dus het wachtwoord dat je goed kunt onthouden. En dat herbergt eigenlijk allemaal verschillende wachtwoorden die uniek worden gegenereerd door een wachtwoordmanager, zodat je die zelf niet meer moet onthouden. Dat is een zin met veel keer wachtwoord in. Verdomme. Hoe hard zijn jullie geschrokken van wat wij nu net gedaan hebben? Aan het geroezen moesten horen, nogal. Maar jullie hebben nog één ding echt gewonnen vandaag. En dat is jullie diploma. Proficiat daarvoor. En als ik heel eerlijk ben, ik zou jullie wachtwoord veranderen. We bepalen zelf de veiligheid van onze smartphone, onze privacy-instellingen, welke foto's we online posten of welke wachtwoorden we gebruiken. Wie geen risico's wil nemen, kan zich dus zeer goed beschermen. Of niet? Zijn er nog mazen in het net? Welkom op een zonnig Volt-terras. Voorlopig nog zonder wifi, zonder wifi-netwerk, maar daar gaat dus verandering in komen. Bij mij, ethisch hacker Philippe. Philippe, wat gaan we nu precies doen hier op dit terras? Wel, we gaan een gratis wifi-netwerk aanbieden. Met een computer, een wireless kaartje en eventueel een 4G-aansluiting. En we gaan kijken hoeveel mensen dat erop connecteren. En in principe kunnen we dan ook kijken wat ze aan het doen zijn. Waar dat ze surfen enzovoort. Als het netwerk niet beveiligd is, kan je alles meelezen eigenlijk. Hè. Kinderspel. Ja, dat is niet echt moeilijk. Ja. Straks gaan hier heel veel mensen samen troepen om te lunchen en om uiteraard op ons nieuw, juist free wifi-netwerk te surfen. En wij kijken rustig mee. Voilà. Het hangt in de lucht, ons gratis wifi-netwerk. En wij ook, wij gaan meelezen en kijken wat er allemaal precies bekeken en opgezocht wordt. Maps.google.com. Iemand zoekt een kaart, ik zie het hier, van Antwerpen. Voor alle duidelijkheid, we weten niet wie wat precies bekijkt. Maar ik kan dus heel reëel dat mevrouw hier naast mij aan het surfen is en dat ik zie wat ze aan het doen is. Standaard.be wordt bekeken. Reinders en Angelina Jolie hebben elkaar ontmoet. Laatstenieuws.be. En de jonge meisjes hier hebben op Skynet.be gezien dat Justin Bieber therapie moet volgen voor opvliegend gedrag. En houden nu een kleine groepseance daarover. We hebben een vetzak op het terras of toch hier in de omgeving. Een Aziatische die zich betast met behoorlijk veel schaamhaar.
Het lukt, hè, Philippe? Ja. Merk hebben? Mm-hmm. Het is zo eenvoudig als we het doen, hè? Ja, dus op een open netwerk kan iedereen meelezen wat je aan het doen bent. En zelfs al weet je niet hoe het moet, het staat beschreven op het internet. Er worden zelfs toestellen verkocht die speciaal gemaakt zijn om mensen te hacken via wifi. Dit is de Wi-Fi Pineapple. Het kost 100 euro. Vrij verkrijgbaar op het internet en speciaal gemaakt om wireless hacking te doen. Dit is een Raspberry Pi met een LCD-scherm, 60 euro. En dan kunnen we dan ook nog een speciale gsm aanschaffen om zomaar rond te lopen en dan iedereen te hacken op die manier. Bon, nu wordt het heel persoonlijk. Nathalie.student.kdg.be is haar mail aan het lezen. Ze is ook gekend onder de naam Nathalieke@hotmail.com. De kans is groot dat die zich daar in die groep bevindt. We gaan gewoon eens kijken of dat klopt. Is hier een Nathalie? Ja. Jij was net je mail aan het lezen, zeg ik. Dat klopt. Nathalieke@hotmail.com. Klopt. Want jij bent ingelogd op ons wifi-netwerk, hè? Ja, klopt. Sta je erbij stil dat wij zouden kunnen meelezen wat je allemaal doet? Niet direct, nee. Nee? Welke mail heb je gelezen? Van de school. Dacht het. kdg.be. Karel de Grote. Ja. Dat was interessant. De mensen denken aan wifi, maar ze weten niet wat er technisch gezien allemaal aan de gang is. Voor hen is het een beveiligd en een onbeveiligd wifi-netwerk iets heel abstract. En ze verbinden zich en ze vertrouwen de infrastructuur waar ze zich mee verbinden. Instagram-activiteit. Een foto is net gepost en die mensen daar hebben een selfie genomen. 9 van de 10 zijn zij dat. Excuseer. Mag ik je even storen? Ja. Iemand is op Instagram bezig. Zit hij op onze wifi? Ik heb er wel juist op gezeten om te kijken. Dat... Heb je toevallig een Facebook-vriend, Saar? Ja. En een username? Ken je die? Die zou graag hebben dat jij haar volgt, zie ik. Dat kan niet. Want jij zit op ons gratis wifi-netwerk, hè? Wij kijken mee. Als je zo op café gaat en je logt in op een wifi-netwerk, stel je dan de vraag bij, is dat wel veilig? Eigenlijk niet direct. Nee? Ik denk niet dat wij daar nog echt verder bij nadenken. Dat denk ik niet, maar dat zo logisch voor ons is. Van ja, wij loggen gewoon in op dat gratis internet, wij gaan op Facebook, op Instagram. Mensen zijn er vrij of blijven daar vrij onverschillig bij. Vooral jonge mensen zeggen van, ELR, en dan? Begrijp je die reflex? Vele mensen zeggen ook dat het hen niet interesseert. Dat andere mensen weten wat ze doen. Maar er zijn dan natuurlijk meer implicaties dan enkel wat je op die moment aan het doen bent. Bijvoorbeeld als je e-mail gehackt wordt, is het niet enkel de inhoud van die e-mails, maar ook wat er gedaan kan worden met die e-mail. Als jij bijvoorbeeld je paswoord vergeet op een site, en dan moet je klikken, dan krijg je een e-mail om je paswoord te resetten. Een hacker kan dat dan ook doen en dan ook een account op die webwinkel bijvoorbeeld hebben en dingen beginnen bestellen eventueel. Die gratis hotspots, surf jij daar persoonlijk nog op? Ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Ik zet ze gewoon 4G op, omdat dat vandaag de dag ook niet zo verschrikkelijk duur meer is en meestal in het abonnement zit van de gsm. Gewoon meekijken met wat andere mensen online doen is één ding en misschien vrij onschuldig. Maar daar blijft het tegenwoordig niet bij. Hackers en oplichters willen er vooral munt uitslaan. Phishing. Letterlijk vertaald vissen, hengelen naar persoonlijke informatie. En dat kan op heel veel manieren gebeuren. Per mail of langs de telefoon. Herman, collega op VRT, jij hebt het meegemaakt. Wie, wat, waar, wanneer? Wanneer? Vrijdagmiddag. Het was het einde van de werkweek. Wie belt er iemand die beweert een medewerkster te zijn van Microsoft? Zij melden mij een ernstig beveiligingsprobleem van mijn computer. Ze vroeg mij op een bepaald moment, kijk, ik zal het u aantonen. Ga naar uw computer, staat die in de buurt? Ja. Ze nam het commando over. Via allerlei handelingen leidde ze mij naar een bestand. En ik zag inderdaad een lijst, een hele lange lijst, met een aantal lijnen in het oranje, een aantal in het groen,
maar heel veel in het rood met een aantal gevaren driehoeken achter. Ja. En zei, kijk maar, je computer heeft echt een ernstig beveiligingsprobleem. Ze stelde mij dan een aantal antivirusprogramma's voor. En uiteraard, dat kostte natuurlijk een smak geld. Hoeveel? €500, daar begon het. Oef. En dus, het programma leek mij heel betrouwbaar. Ze vroeg mij of ik kredietkaarten heb. En ik zei nee. Geen Mastercard, geen Visa. Ik heb gewoon een bankkaart. Bankrekeningnummer was voldoende. Dan heeft ze mij geleid naar de website van Western Union Bank. En toen, let op, we zijn op dat moment een half uur verre. Toen heb ik haar gezegd van kijk, hier stopt het voor mij. Ik ga geen geld storten op een bank waar ik geen vertrouwen in heb. Dus in feite ben ik afgehaakt door de bank. Nu Herman, je hebt gewerkt voor de collega's van Peters en Pichal. Kritisch Radio 1-programma. Dit lijkt iets wat iemand die wat naïver is zou overkomen. Ja. Meegaan in dat verhaal. Ja. Niet wat jou zou overkomen. Nee, toch is het mij overkomen. En is het dan puur die charme van die stem geweest? Die stem, ja, ook maar. Of een onoplettendheid? Op een onbewaakt moment, beste Kobe, op een vrijdagmiddag. Ja. Je hebt een week gewerkt, je krijgt telefoon en, van een dame die perfect, die vloeiend Engels spreekt. En een ronde, heel innemende stem. Maar je begint ervan te blozen als je erover vertelt? Omdat ik mij aangetrokken. En ik geef het ootmoedig toe, laten verleiden heb door haar stem. Bij mij Isabel Marchand van Febelfin, u vertegenwoordigt de bankensector. Hoe groot is de phishing-problematiek voor de bank? In 2014 zien we dat de eerste zes maanden van 2014, er ongeveer 183 gevallen van phishing zich hebben voorgedaan. Indien we dit vergelijken met vorig jaar, zien we toch wel dat het een daling is van 80%. Zouden wij dat ook kunnen? Zou Volt een phishing-mail kunnen opstellen en dan zien wat er gebeurt? Goh, ik denk iedereen die de technische kennis heeft waarschijnlijk wel en die zich laat informeren een soort phishing-mail kan opstellen. Wel. We zijn nu toch al wat illegaal bezig geweest. Laat ons dat dan ook maar eens proberen. We stellen dus een phishingmail op om iemand zijn of haar kredietkaartgegevens illegaal te bemachtigen. We hebben een eigen logo, dit, en bijhorende verontrustende tekst. Geachte klant, uw kredietkaart is recent gebruikt in het buitenland. Helaas hebben wij het vermoeden dat het mogelijk gaat over misbruik door derden. We hebben ook een website gebouwd met een link in deze mail. www.creditcardcompany.be. Juist de naam van onze fictieve firma. Als ze daarop terechtkomen, moeten ze wat persoonlijke gegevens invullen. Naam, straat, huisnummer, postcode, gemeente. Maar, zeer belangrijk, ook een telefoonnummer. Want wat staat er nog in? Om alle veiligheidsrisico's uit te sluiten, zal een van onze medewerkers contact met u opnemen. We gaan hen dus bellen. Om dan kredietkaartgegevens te ontfutselen. We eindigen met: wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking en hopen u snel te kunnen helpen. Bun moet dat uiteraard zijn, maar bon, wij dachten op zijn phishings een taalfout, meer of minder, kan geen kwaad. We verzenden en we zijn officieel vertrokken. Dit gaat nu naar 600 mailadressen van mensen die ooit in ons Volt-publiek hebben gezeten. Sophie, best wel wat antwoorden op onze phishing-mail. Die is eergisteren verstuurd. We gaan eens kijken wat voor reacties we zoal krijgen. Duidelijke reactie. Ik heb geen creditcard, meneertje de oplichter. Die is heel sympathiek, die stuurt. Leugenaar. Ik geef je adres meteen door aan de politie. Ja. Een paar negatieve reacties, maar er zijn ook mensen die gereageerd hebben met de vraag: waar is mijn kaart, over welk bedrag spreken we, hoe kan ik dat oplossen? We gaan die mensen geruststellen, want we gaan hen nu allemaal persoonlijk opbellen. Mijn stem zouden ze misschien herkennen, daarom dat Sophie het doet. Oké, Sophie, klaar? Klaar. Go. Yes. We bellen naar Brecht. U kan mij steeds contacteren op dit nummer.
We proberen. Hallo, met Brecht. Ja, goedemorgen, meneer. U spreekt hier met Sophie Vissers van de Credit Card Company België. We hadden u deze week een mailtje gestuurd in verband met mogelijk misbruik van uw kaart in het buitenland. Ja, dat klopt. Nee, ja. Ik heb eigenlijk gewoon 1 minuutje van uw tijd nodig om er echt zeker van te zijn dat uw kaart niet gehackt is. Hebt u toevallig uw kredietkaart bij de hand? Verbinding verbreekt. Heeft die opgehangen? Ja. Niet gelukt. De volgende. Hebt u 1 minuutje tijd en hebt u toevallig uw kredietkaart bij de hand? Nee, want ik moet op de bus geraken. Ja, goed. En kan ik u straks terugbellen? Dag. Goed, de volgende is Giet. Ik heb daarover contact met mijn bank gehad. En die bank heeft gezegd dat het over phishing gaat. Dus ik wens hier niet op in te gaan, hoor. Nu, ik wil u wel zeggen dat het volledig op uw verantwoordelijkheid is. Hè? Dus... Ja, dat is uw woord tegenover het woord van mijn bank eigenlijk. Hè. Dus ik hoop dat u er niet andere mensen van. Ik wil u gewoon nog een fijne dag wensen dan. Ja, oké. Okay, ja. Dag. Ik blijf wel vriendelijk, dag mevrouw. Hallo, met Steffi. Ja, goedemorgen mevrouw. Sophie Vissers hier van de Credit Card Company België. Wij hadden u deze week een mailtje gestuurd in verband met mogelijk misbruik van uw kaart in het buitenland. U heeft ze bij u? Ja. Mag ik even tot controle vragen of u uw nummer even afleest? Dus dat is het hele lange nummer vooraan op de kaart. En dan? Ja. 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 Ah, dat klopt, dat is al juist. Dan wil ik u nog even de vervaldatum vragen. Die staat ook vooraan op de kaart. Ja. Oké, we zijn er bijna. Nu is het belangrijk even de kaart omdraaien. Dat is het verificatienummer wat u daar vindt. Dat zijn 3 cijfertjes in schuin gedrukt. Ja. Ziet u die? Ja. Oké, dan kan ik nu even kijken hier of dat uw kaart ook effectief risico gelopen heeft. Het duurt niet lang, ik moet gewoon enkele muis klikken. Nu, u kan gerust zijn, mevrouw. Dat ziet er toch perfect uit, hoor. Vanaf nu is uw kaart dus volledig veilig, dus u moet ook geen actie ondernemen. Je moet ook niet naar de bank gaan of zo. Oké, merci. Goed, ja. Bedankt, hè. Ja, bedankt. Fijne dag nog. Dag. We hebben een nummer, een vervaldatum en een referentie of een verificatiecode. We zullen de kaart voor de eerste keer gaan gebruiken, hè. We gaan dat doen, hè. Ja. Ja. Yes. Voilà. Het is gelukt, hè. De 6e beller aan de telefoon gaf zijn gegevens door. Dan is er nog wel wat werk qua sensibilisering, heb ik de indruk. Wel, wij hopen met het sensibiliseren van de mensen en de bedrijven dat het aantal gevallen toch zeker zal gaan afnemen. Maar een beperkt aantal zal helaas waarschijnlijk altijd blijven bestaan. Phishing is nog altijd een vorm van fraude dat wanneer de gebruiker zijn code of zijn persoonlijke codes niet meedeelt, er eigenlijk niet kan plaatsvinden. Voilà. Dus het is wel belangrijk dat de klant weet dat de bank nooit de persoonlijke codes zal gaan vragen. De bank heeft dat absoluut niet nodig. Dus geef nooit je persoonlijke codes door aan derden, niet via de telefoon. Niet via e-mail of gelijk welk ander kanaal. We hebben dus online geshopt met onze gefixte kredietkaartgegevens. Maar eerlijk is eerlijk, ons slachtoffer mag uiteraard meegenieten. Ze heeft er tenslotte zelf voor betaald. Goedendag. Ik heb een pakje voor u. Ja. Het is wel wat zwaar, wilt u even helpen? 24 flessen cava. En wie is de afzender? Dat is toch uw creditcardnummer, hè? Zo kan, maar ik kan het niet van buiten. Verificatiecode. Vervaldatum. Zijn we daar inderdaad vanmorgen voor gebeld? Zijn jullie daar vanmorgen voor gebeld? Dit heeft aan de hand, want ik ben van alles. Wat? Hij zei, noem je niet Kobe toevallig. Is het waar? Godverdomme. Zo slecht vermomd. Dag Steffi. Hallo. We zijn een reportage aan het maken over de nonchalance van mensen met hun kredietkaartgegevens en zo. Je hebt vanmorgen telefoon gekregen van Sophie. Ja.
Je hebt daar je visakaartgegevens aangegeven. Stond je er nooit bij stil dat dat misschien niet de persoon was die dat zou horen te krijgen? Ja, maar ik dacht misschien zonder mijn code van mijn kaart dat ik daar... Wel, op het moment dat je die verificatiecode hebt van de achterkant, kan je van alles aankopen. Bijvoorbeeld 24 flessen drank. Ah, allee. Die heb jij zelf betaald. En hoeveel was het? 160 euro. Nee. Als je nu zelf betaalt, dan mogen ze komen uitdrinken in de tuin. Oh! Is het een invitatie? Bon. We hebben smartphones gekraakt, wachtwoorden achterhaald, persoonlijke gegevens en identiteiten gestolen en kredietkaartfraude gepleegd. Voor u het doet, doen we het zelf. We halen de politie erbij. Bart Ooms, Federal Computer Crime Unit. Wat moet ik mij voorstellen bij de Federal Computer Crime Unit? We zijn verdeeld over heel België. Dus we hebben in elk gerechtelijk arrondissement hebben wij een eenheid. Binnen de federale politie beschikken we ongeveer over een 250 mensen die opgeleid zijn voor computercriminaliteit te bestrijden. Hebben wij strafbare zaken gedaan het laatste half uur? Bijvoorbeeld het feit dat je informatie gaat verzamelen over bijvoorbeeld die studenten van gebruikers die eigenlijk daar geen weet van hebben. Je gaat een wachtwoord achterhalen, je gaat een e-mailadres achterhalen zodat je kan inloggen op een mailadres, je gaat die mails lezen. Dus dan ga je toch wel een stapje te ver eigenlijk, ja. Phishing mag ook niet, hè? Bij de phishing mail heb je jezelf uitgegeven als een financiële instelling. Nu die regel, er bestaat een wetgeving in België. Niet iedereen mag zich zomaar uitgeven als een financiële instelling. België's wetgeving is sterk daaromtrent. Nee, er gaan inderdaad wel eens gevangenisstraffen op staan ook. Wij bijvoorbeeld op de eiland waar we totaal niet in bestaat. En criminelen weten dat natuurlijk. Ja. We moeten dus inderdaad overeenkomen, ook met andere landen. Justitie moet die andere landen ook zo ver gaan krijgen. Of iedereen moet gaan samenwerken om die privacy van de mensen toch wel te kunnen garanderen. Voor alle duidelijkheid, we zijn dan wel geholpen door professionals. Elke test die we deden is voor informatici kinderspel. We gebruikten simpele software, dikwijls gratis te downloaden. Ons Volt wifi-netwerk kostte ons amper 60 euro. En een laptop, klein bier vergeleken met wat echte hackers kunnen doen. Niet dat we u bang willen maken, zeker niet. Wel willen we u graag bewust maken, want onze toekomst... Niet dat we u bang willen maken, zeker niet. Wel willen we u graag bewust maken, want onze toekomst ligt online met alle risico's van dien. Ik denk dat er de laatste jaren toch meer nadruk komt op het hacken van privépersonen. Omdat juist zij diegene zijn die nu het minst beveiligd zijn. Bedrijven hebben budgetten om zich te beveiligen, privépersonen niet. Elke beweging die we doen online, hoe veilig dat ze ook maar lijkt, in vele gevallen kan er altijd meegekeken worden. En het is vooral op het moment dat je twijfelt of het juist is, dan is het moment om in te grijpen en zeggen van ik ga hier niet verder mee, want anders kun je wel scheve problemen komen te staan. Blijf erbij dat het internet fantastisch is. Een bron aan informatie, het maakt het leven voor heel veel dingen een stuk makkelijker. Je kan dingen aankopen via het internet. Sociale media is heel mooi, maar iedereen moet ermee leren omgaan. En zo lijken wij eigenlijk onze kinderen vroeger hebben leren omgaan in het verkeer, moeten wij onze kinderen nu ook leren omgaan met het internet. Ja. Het is een beetje het verhaal van de stroper en de boswachter. Je kan maar een goede boswachter zijn als je ook inzicht hebt in de gebruiken en de misbruiken van de stroper. Ik denk dat het hoog tijd wordt inderdaad dat de mensen wakker worden. Wees voorzichtig, wees niet te naïef. Denk twee keer na voordat je informatie plaatst, voordat je informatie vrijgeeft.
Moeders hebben altijd een slechte timing om ergens binnen te vallen. Goedemorgen, schat. Huh? Ik heb lekker stoofvlees meegebracht. Hey, Jelle, kabalken zijn tomatensaus bij.